Remco, ja, Nederlands elftal, we gaan beginnen. Het EK voetbal, we hebben er even moeten wachten. Vorig jaar ging het niet door. En we staan nu aan de vooravond voor weer eindelijk weer een spannend toernooi. Ja. Laten we eerst even wie Koeman allemaal heeft meegenomen. Zaten daar verrassingen voor jou trouwens bij? Verrassingen niet. In die zin, waarom? Trainer maakt zijn keuzes. Maak je ze kans? Altijd, denk ik. En kijk, er zijn ook situaties, WK, Louis van Gaal, word je zomaar even tweede, waar niemand toen de stuiver voor had gegeven, bewijzen van. Ja, ja, dat klopt. Maar ik denk dat dit wel een hele jonge selectie is. Dat is natuurlijk wel een bepaalde druk, misschien wel omdat je ook wel in Nederland speelt. Maar ik denk dat doordat de ploeg wat verjongd is, dat er wat andere spelers tussen zitten, dat de gretigheid er vanaf spat en dat natuurlijk ook wel kan zorgen voor een hele verrassing. Een weghorst erbij, hè? Ja. Dus ik denk wel dat ze het goed gaan doen. En waar eindigt Nederland? Wat gaan we halen? Kwartfinale, halve finale, finale? Nee, ik denk wel finale.